Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van Zuta de Durpsoe. En ik zit er bij mijn microfoon niet goed staan. Oh, Oké, okay, lol. Maar goed, ja, dit is episode wat 9 of zo. Ik weet het niet. We zijn bijna bij 10. Ik weet het, ik weet het. Er komt niet zo heel erg veel episodes uit als dat ik zou willen. Maar uh, ja, het ligt gewoon aan jullie want als ik gewoon. Echt veel reacties krijgen onder de DurbShoel. Met doe dit dier, doe dat dier. En dat zijn echt gewoon veel reacties, veel likes. Dan komt er ook sneller een episode. Dat geldt in principe voor al mijn series. Dus het enige wat je moet doen om meer DurbShoel te zien, is laat een comment achter met jouw favoriete dier. En, ja, like even de video, jongens. En hetzelfde geldt voor alle andere series van mij, zei ik dus ook net al. Alleen hoef je daar niet je dier achter te laten. Maar kun je gewoon uh, gaan liken en alles. Maar goed, laten we maar eens even de Zoo gaan opstarten. En, um, ja, omdat er niet echt een uh, dier is achtergelaten in de vorige episode, heb ik besloten om gewoon zelf eens een keer wat te doen. Uh, er waren wel een paar mensen die wat dieren zeiden, maar ik was niet echt onder de indruk van die dieren. Want er werd wel jaguar en allerlei andere dieren gezegd. Maar ik wil gewoon eens een keer echt wat speciaals. En, um, wel, we gaan nu hier ter plekke een dier uitzoeken. Ik heb nog uh, ja, niet echt een dier uitgezocht, dus dat gaan we vandaag doen. En um, ja, ik moet alleen even kijken waar ik hem precies wil, uh, wil plaatsen. En ik heb een beetje lag. Even kijken, gaat dat weg? Ja, volgens mij... Ja, oké, okay, het is snel weg. Goed, even kijken. Um... Oh mijn god, achter Oké, okay, nou, dan nou loop ik weer fatsoenlijk. Het is een beetje laggy, ik weet niet waar het is. Goed, wel, we gaan even een uh, dier uitzoeken. Even kijken. Oh my god. Oké, okay, deze is echt epic. Even kijken wat is dit voor beest. Oei joh, die is ook wel zo chill. Even kijken, nee, ik wil gewoon even, even verder kijken, natuurlijk. Uh, Oeh, die is ook leuk. Uh, Karakaal. Wat is dit? een oer. Oh, wow, die is ook lijp. Uh, no, krokodil, drie het lijp. 3 is dan volwassen geworden. Oké. Okay. Uh, Sabotant tegen. Nee, Dino Deinossugus. En uh, we hebben een normaal Deinonigus, want die hebben we al. Dino's, dodo's, olifants, nee geen olifants, flamingo's, oh my, oh my, nee we hebben wel een aap ding, dat willen we niet, een hippo, hungry, hungry hippo, nee dat doet ook al iedereen, ik wil wat speciaals, Zit is Wow, dan, komodo, verantje, chocolijp. Woejo, holileo. Oh, is dat niet iets? Nou, holileo misschien wel. Holileo of die grote struisvogel. Oh, nee. Een mastodont. Ja, we gaan een mastodont doen. Ice age for the win. Ik, ik ga niet eens verder kijken. We gaan gewoon een fucking mastodont doen. Goed, wel. Waar gaan we dat beest doen? Uh, hoe lang hebben we hier nog? Uh, beesten zijn groot. Uh, ik wil eigenlijk wel iets doen met een safari of zo. Maar. Moet ik even kijken waar ik dat dan het beste kan doen. Hmm, hier. Ja, dat doen we hier. Even kijken, moet ik wel dit eerst even afbaken, natuurlijk. Want anders dan klopt er ook gewoon niks, geen, 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 geen troll meer van. Even kijken. Doen we het zo? Ja, doe het gewoon zo. Ja, prima. We doen het gewoon zo. Prima. Find it with me, dog. Oké, okay, en zo. Helemaal mooi. En dan dukkerdukkerdudududududu. Oh. Oh wat, verdorie. Ik wou dit even doen. Hallo. Hallo, oh ja. Oh jongens, ik wou ook nog even gaan praten over de Pokémon Playthrough. Want uh, ik heb daar duidelijkheid over. Want veel mensen die vragen: Ga je nog wel Pokémon spelen? Ja, ik ga gewoon inderdaad nog een uh, Nuslok doen. Alleen ik uh, ben dit moment aan het zoeken naar een, een leuke nieuwe webcam. Wat ik wil net zoals Rich Kees van dus David Games een Pokémon Facecam doen. Ik had sowieso al in de planning om uh, met Pokémon een Facecam te doen. Maar uh, uh, ik heb net beleefd een heb geprobeerd van onze smart-televisie, alleen die wil niet op mijn monitor, want die is speciaal gemaakt voor de, voor de smart-televisie, dus ja, gg! Zal vast een hele goede kwaliteit hebben, maar uh, ja, dat is dus toch van mijn vader, dus en daar heb ik allemaal gezeik mee en daar heb ik... Nou, ik heb geen gezeik met mijn vader, maar je gaat altijd zo zeggen, ja, breng je de ding je netjes op en alles. Dus ik heb gewoon zoiets van, weet je wat, jongen, ik koop gewoon wel, wel, wel zelf een ding, geld genoeg, nee maar uh, ik koop gewoon wel zelf zo'n ding, is gewoon uh, wat makkelijker. En ja, uh, yeah. gg, good game. Ho, 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 wat zijn we hier aan het doen? Wat, wat, wat zijn we hier gewoon aan het doen, jongens? Dat kan gewoon. Oké. Okay. Uh, we laten het helemaal doorlopen, want hier komt een safari. Jee, yeah, Nelkrokodil krokodil safari. Oh, wa wat, nel krokodil safari? My god, nee, Mastodon safari. Goed. Um, moeten we wel even, even dat ding ergens maken? Even kijken. Doen we dat? Doen we dat? Hier. Doen we het hier? Wat? Ja, hier. Ja, prima. Goed, wel gaan we dat ding maar eens doen. Oké. Fine by me doet. Dan halen we dit weg. Ja, halen we het pad. Nee, het pad zeg ik. Fine. no my Jesus. Goed, dan kan ik alles weer repareren. Geweldig, 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 geweldig. Oké. Uh, zo, 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 oké. Okay. Nou, nou moeten we in principe eerst even het mastodontverblijf even goed maken. Dat doen we, um, we doen gewoon eens een keer alles aan, zo, en bosgoed me daar. Ik ben benieuwd wat we krijgen. N holy shit, man. Holy shit. Dat is best wel epic. B wel epic, nee, oké. Okay. Maar ik ben wel, wel van baas dat ik niet echt kan livestreamen. Ik vind dat best wel jammer. Dus uh, ja, over een paar jaar kan ik een livestream jongens, dus zeker. Dan gaan we andere uh, maatschappijen internet nemen. ja, nee, we gaan gewoon tegen die tijd wel overstappen. Maar um, ja, dan is het in principe al een beetje te laat voor om dat in het begin van mijn kanaal te doen. Drie sterren, lik me reet jongen. Ja, yeah. als we het gewoon de best man. Man, even kijken, Goed, uh, hier langs en dan hier langs. Hier langs en wel dan gaan we weer, uh, weer terug, dus dan moet ik hier langs, ja, uiteraard. Kijk, ik weet wel voor de verandering hoe je een, uh, hoe je een safari maakt. Kijk, langs het heksel en dan gaat hij nog even, even hier in zo. Uh, ja, oké, okay, zo en dan. huppakee en dan. Oh, kut, sorry. En dan moet hij meteen die bocht. Ja, helemaal goed. Kijk eens. Oh, mooi vuurwerk. Even kijken. Goed, want nu moet ik dit hier gaan maken. Want hier lopen allemaal mensen overheen, natuurlijk. En dat weet niet. Want er staan al een auto stil. Komt te file. Dus we moeten daar iets op verzinnen. En ik heb werkelijk geen idee. Wat? Dus GG. Nee, ik weet wel wat. Met hekjes uh, hiermee. Kijk, wat daarmee komen ze er niet in. Kijk. Je hebt wel aan beide kanten dan. Ja, die dingen in principe. Maar dat maakt op zich niet zo heel erg veel uh, want dan merk je het toch niet zo heel veel van als je in de auto zit. Maar dit is, geloof me, noodzakelijk, want anders krijg je al die mensen die, in de... die hier gaan lopen en alles, en dat wil je natuurlijk niet. Dus ja, maar kijk, wat je hier wilt maken is, uh, kijk, je wilt hier een uh, spoorboom of twee. Kijk, en wat je wilt natuurlijk, is je wilt gewoon hier een hek maken, gewoon, dat de mensen toen überhaupt niet kunnen komen. Hetzelfde geldt voor hier, zo, je komt ook gewoon een hek, zo, oké, okay, helemaal goed, helemaal mooi, helemaal good in the hood. Nou, uh, even kijken, dan moeten we auto's kopen in principe. Uh, wat voor auto's gaan we kopen? Het moet wel een beetje passen aan. Ah, kijk hier, één, twee, drie. Helemaal goed. Nou, ik wil er eigenlijk één verkopen. Kan dat? Ja, verkoop die zo. Yo, we hebben twee auto's. Helemaal lauw. Of één auto. Hoeveel hebben we er? Hoeveel auto's hebben we? Hallo, ik wil graag weten hoeveel auto's we ook alweer hebben. Oké, okay, we hebben twee auto's. Ja, twee auto's. Oh nee, dan heb ik de mastodont weggeklikt. Ik moet geholpen dat ik ben. Oké, okay, zo. Goed, wel, uh, vreten van de mastodont. Uh, slaapt de beest nog ergens? Ja, parasol. Wel, dan krijgt hij een parasol van mij. Ik vind het helemaal prima. Krijgt hij er hierheen? Ik vind het goed. Goed, wel, vreten. Halleluja, dat beest het vreet veel. Uh, zo en zo. En ja, wat nog meer natuurlijk. Even kijken en als zoiets als dit of zo. I don't know. En dan hier zo'n trog. En dan plaatsen we hier gewoon een bak met water. Sure, why not? Even wat, wat. hooi en wat 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 acacia bladeren of zo weet ik veel wat het is wat gras wat 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 gras of zo er zijn takken oké. Okay. Nou moeten we even wat lekkers hebben natuurlijk of oh, van die, van die olifantenrots zo even kijken laten uh, we dit maar eens even weg gaan halen hier want dat neemt gewoon een heel stuk van het hele verblijf in uh, ja in um, in zijn greep en dat willen we natuurlijk niet veel te dicht begroeid man dus even dat ding er nog heen gaan halen jong jongen. jongen, jongen oké okay. um, kijk al die beesten kunnen amper rechts komen nou, het ziet er allemaal een stuk beter uit. Even kijken. Er is een bom hier. Er is een schotbom bompje Daar. daar, Oké. Okay. Nou, uh, rotsen natuurlijk. Want dat willen we natuurlijk in een mammoet. Of naar het mastodont verblijven. Eigenlijk. Het zijn geen mammoet. Het zijn geen mammoeten, jongen. Even kijken. het Eén heeft de nomad. Zet de beest een stick te maken. Ja, ik ben lekker aardig vandaag. Even kijken. Doen we daar zo'n ding? Doen we hier zo'n ding? En daarin. Ik kreeg vastgezegd, reuze of reuze mammoet ofzo, die kan er niet meer zo dat is altijd zo. Goed, speeltjes, eten hebben we, oké, okay, ehm, um, die dat lijkt me wel leuk. Zo'n schilderding, want dan kunnen de bezoekers in de auto's die beestjes schilderen, dat is altijd leuk. Wat banden, en een bal, en nog een bal, oké, okay, ehm, uh, ijzergrot, nee, automaat. Eh, uh, shur, geven we daar een automaat ik vind het helemaal lauw. Goed, wel. Uh, Beest 1. Waarom zijn dat altijd vrouwtjes die als eerste moeten? Ik vind mannetjes het, het cooler. Zo, eh. En... Ja, twee vrouwtjes. Prima. Goed, wel. Nou, dan wil ik in de auto zo meteen. Uh, zo, ik wil in de auto. Of. Ja. Nou, ja, ik doe eerst wel even personeelsgang. Hier dat vind ik wel leuk. Ik doe er hierheen. En doen we er daarheen. Oké, okay, wel. Ik wil in de auto zitten. Ik wil in de auto. Nice. Toet toet. Doet, doet. doet, doet. Oh mijn god, het gaat door de auto. Nee, mijn god. Ja, toet, toet. Toet, toet, we willen gaan. Toet, toet. Yay. Yeah. Mammoetjes of mastodontjes. Hier kom ik. Hé, nee, nou, krokodil 2 gaat het ei leggen. Leuk. Wel een koe Oh, Daar hebben we er een. Hallo. Oh, wat is schattig. Oh, kijk nou dan. Oh, wat is iets snoezig. Ja, snoezig. Nee, snoezig. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Als er een beetje lag like is of zo, een beetje ja, schokkerig, dan uh, mijn excuus, maar ik weet niet hoe dat komt. Ik ben niet aan het renderen of zo, maar uh, ja, het zal wel. Hee, doet. Hee, doet. Wel, dus is leuk. Hee, doet, Dan ga ik even een mammetjes gedacht zeggen. Dat is zijn het eigenlijk, hè? Hee, doet. Even, even, even een bad geven. Oh mijn god. En wat ik ook een keer ga doen, jongens. Ik ga Slenderman doen. Jawel, <laughs> Slenderman. <laughs> ik weet niet uh, wanneer ik dat ga doen, maar gewoon een keer wanneer ik uh, gewoon, uh, gewoon no life uh, niks te doen heb. Je bent best wel episch. En dan moet ik alleen nog wat verzorgersuil geven, natuurlijk. 1, 2. Uh, ja, Slenderman kan ik niet bereiken. Nou, dan ga ik wel even heen. Z uh, ja, ik probeer die vriend ook wel te krijgen voor wat. Drupsoe, uh, dual commentaries, maar uh, dat wil niet echt lukken. heeft het echt druk, dus ja. Sorry, maar uh, ja, ik doe mijn best voor jullie. Even kijken. Welke, welke scheid is het nou dan? Oh, daar. Oh, oké. Okay. Zeg dan gewoon dat ik het moet doen. Uh, ik wil even uit guest mode en even in guest mode. Oké, okay. nou maak ik het toch schoon. Fine. Wacht, op de laatste, het gewoon personeel, bij... Laat ik hier gewoon een personeel zijn Dat zijn dat problemen dus in principe opgelost. Goed, uh, wel, onze zoer ziet er al redelijk uit. Je moet je eens kijken, nee, best dus wel bos. Ik vind onze seizoen echt wel beest uitzien. We hebben best wel veel. Wauw, we zijn dus al kennelijk bijna op het helft van het seizoen, jongens. Of wel, dit wordt uh, zeer cool. En ja, de reden dat ik de zo groot maak, wat sommige mensen zeiden: waarom maak je de verblijf zo groot? Is omdat wel, dan kunnen de beesten zich fatsoenlijk voorplanten. Dan krijgen we geen gesprek over ruimte. Dat is echt een hele belangrijke uh, ja, factor bij de sterren. Als de beesten gewoon happy zijn, wat meestal door ruimte komt, dan krijg je ook de dus sneller uh, zoveel sterren. Dus uh, daarom, uh, daarom maak ik ook altijd grote verblijven. Even kijken. Zo. Uh, wel, nu moeten we in principe hiermee bezig gaan. Even kijken: donatieboxen. Goed, wel. Ik denk uh, hier een of zo. En dan hier één En dan daar een. Dan kunnen de mensen lekker veel doneren. Dat moet, want dat beveel ik. Even kijken: bankjes. Altijd uh, fijn, denk ik. Even kijken, en hier een bankje. Nou, nou moeten we in principe wel iets met verrekijkers gaan doen, denk ik. Zo, zo kunnen de mensen de mammoeten, wat het niet zijn, observeren. Even kijken, zo, alleen hier moet in principe verrekijkers, want wel, hier heeft het in principe geen zin. Hier zo, want hier is allemaal bomen. Um, zal ik nog zo'n ding erbij zetten? Ja, sure, dan kunnen de mensen de bladgrond even bekijken van de dierentuin. Uh, wat nog meer? Oh, afkappertjes, dat vind ik altijd wel wel leuk bij dit soort verblijven. Kijk, zo hierin of zo, en dan hier nog een. En, en dan moet die die scheidbox moet even weg. En dan plaatsen we er gewoon even een andere naast. En dan kan nog mooi zo'n aftakje erbij. Kijk eens even. Perfect. Hallo, meneer de verzorger. Wilt u alsjeblieft even met die dikke reet even naar de kant gaan? Want ik moet hierbij. Dank u. Weet wat ik ga doen? Ik ga hier gewoon een plein maken, een klein plein. Ik doe nog even in deze episode. Gewoon even snel. Maar ja, jullie mogen dus gewoon voor de volgende episode weer gewoon je favoriete hier achterlaten, in principe. Want, wel, dat moet wel, want anders wordt het ook zo saai hier. Goed, even kijken. Ik moet even de pinautomatiek bijzetten. Zo. Even kijken. Nou, dan moet ik even een ding erbij zetten. Uh, nou, eigenlijk, weet je wat, jongens? Ik maak het even uh, off-camera of even in de volgende episode, hangt er vanavond af wat voor die jullie doen. Ik, uh, ehm, yeah, ja, ben een beetje moe en zo, dus ik ga even liggen, denk ik. Ik, uh, ben een beetje, uh, ja, ik ben een beetje hard, ik weet niet wat het is, maar in ieder geval, een beetje abrupt einde, toch leuk. Nee, maar, uh, uh, ik moet er zo nog ergens heen, herinner ik mij, dus ja, en ik zie nu de tijd op mijn tweede monitor en ik heb nog maar... 5 minuten. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En uh, wel, laat even een like achter. Want hoe meer likes, hoe sneller de volgende DURPSOM online komt. Haal jullie vandaag nog 10 likes? Bam, morgen een nieuwe episode. Gewoon, ik doe het. Ik ga het gewoon proberen, gewoon dan mogen die nieuwe episode. Maar goed jongens, tot de volgende keer. Laat je favoriete dieren even naar Google. Even wat voor dieren er allemaal in zitten in de zoo. Uh, maar ik heb dus al die uitbreidingspakketten en zo. Volg me even op Twitter, Edge Games 23. Link hieronder in de beschrijving staat er altijd. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer tweede deur op Zoom. Dus ja, laten mensen.